Ja, lieve vrienden, hele goede middag. Het is vandaag alweer zaterdag 31 augustus. De laatste dag van augustus. De laatste dag van de zomer. Morgen gaan we de herfst in. Maar laten we vandaag nog allen genieten van dit prachtige mooie weer. Want dat is het zeer zeker. En wij gaan er vandaag ook vandoor met de camera in de aanslag naar Cape Holland, CQ, de Oude Rijkswerf. En naar, wat zei ik net nou, naar Kwelderduin. Ja, want daarom is vandaag het een en het ander te doen. En dat gaan we natuurlijk weer eventjes vloggen. Ja, zeker is speciaal ook voor jullie, hè. En we leven trouwens om 12:35. Ik heb mijn lunch voor me staan. Een lekker broodje. En natuurlijk een bakje koffie. Ja, net ingeschonken. Diertjes hebben ook hun lunch al gehad. Die hebben ook al gegeten. Ja, en ik heb eindelijk die kindertjes aan kunnen spreken omdat hun papa erbij was. Want wat papa erbij was, heeft goed een belletje trekken. Waar is dat nodig voor? Ja, ik vind dat niet nodig. Vroeger deden wij het ook wel, maar mijn moeder moest er niet achter komen dat we dat deden. Want dan kreeg ik een klap voor laten we het netjes houden. Hoofd. Ja, je weet wat ik zeggen wou. Maar in ieder geval, dat doe ik dus niet. De tijden zijn veranderd, maar in ieder geval. Ik vind het voor mezelf gewoon niet leuk om, ja, iedere keer die deurbel, wie is daar, de bel opnemen, wie is daar, dan hoor je niks, ja. Hallo, waar is het nodig voor? Ik heb wel beters te doen dan iedere keer op die bel te letten. Dus wegwezen, ja, niet doen, .nl. Niet doen, jij ook niet aan je pootje likken. Ga maar drinken dan. Hé, ga drinken dan. Ja, Frodo'tje. Ja, die is leeg. Die is leeg. Die moet in de week. Ja, die moet in de week. Ja, en dat verhaart. Nou, je wilt niet weten. Ja, hij verhaart heel erg. Maar ja, komt ook wel weer goed. Maar ik zou zeggen, vrienden, lieve vrienden, ik ga nou opschieten, want dan kennen we er zo meteen er vandoor. Ja, toch? Ja. Ik zeg tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken. Dus de camera gaat in de tas en zonnebril op, pet op, zomerjasje aan, telefoon mee, oortje in, etcetera, etcetera. Jullie weten het wel, zo langzamerhand pet op, niet vergeten. Ik wil zeggen zonde van je haar. Ja, maar ik moet ook om de zon denken. Ja, ik moet geen zon op mijn hoofd, dus. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik moet het raam niet vergeten dicht te doen, dus daar beginnen we zo meteen eerst mee. En dan zie ik jullie hier gewoon straks weer. We maken er een leuke tour van. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, oh ja, de kopro gaat niet mee. Enkel deze. Ja. Komt goed, ze zeggen tot later. Lieve vrienden, het is niet op Cape Holland. Ik heb net even hier achter mij nagevraagd bij het VVV-kantoor. Het is in een andere wijk, achter het zwembad. Daar hebben we een ijsbaan. Daar moet het kennelijk zijn, dus daar vliegen we weer naartoe. Ze zeggen tot straks dan maar. Nou, lieve vrienden, we zijn aanbeland. Modderfestival. Ik vind er geen modder aan. Het zijn allemaal opblaasbare gevallen. Ja, wat moet ik even zeggen? Een sportbaan. Geen modderfestival of wat dan ook. Nee, totaal niet. Het heeft vorig jaar wel op Cape Holland gestaan, maar het is nu op de ijsbaan. En natuurlijk laat ik jullie alles zien, dus ik draai hem om. Delta 1, oranje mandje. Het advies is om sokken te dragen als je hindernis overtreedt. Dat is omdat op sommige plekken de baan nog heet is. En dat is iemand waar je voelt dat je de sokken mee hebben. Dan is het adviseren om die zeker aan te nemen. Het loopt hier een beetje allemaal schuin af. En dat vind ik nogal eng.
Ik moet hier naartoe. Oh, ik doe jullie even uit. Dat is een glijbaan dus, met een opstakelingen ertussen. Waar ze overheen moeten klimmen en dan weer verder glijden. Wel grappig allemaal. Nou, en dan is dit, weet ik veel wat. Ik moet even om de pionnetjes heen. Ach, klimmen. Tussen de pilaren door en al. Sorry? Zou u van het veld die kant uit willen gaan? Want we houden dit afgesloten. U kan het hele grote veld toe. Ah, nee, ik denk ik laat het zien. Nee, dat mag u dan doen vanaf het middenstuk. Oké, nou we moeten weer terug, wordt er gezegd. Dus ja, ik moet jullie weer even uitdoen, want ik moet draaien. Jongens, willen jullie alsjeblieft de mensen hier staan even ruimte maken alsjeblieft? Nou, we zijn dus eindelijk op het terrein aangekomen met heel veel ongemakken. Bijna 2 mensen aangereden, niet door mijn schuld, nee. Ze hadden zodanig de boel opgezet met schuinvlak, met hobbels en kuilen, dat ik vlogde dwars doorheen en ik kwam bijna tegen het scherm aan. En ja, oh, nou ga ik ook al door een kuil. Gaat lekker hier, maar niet heus. Maar oké, we zijn in ieder geval gearriveerd. Dit is een, zeg het maar wat dit is. Het is een hele baan vol met hindernissen. Waar de jeugd dus doorheen kan. En dit is dus eigenlijk normaal de ijsbaan, hè? Nou ja, wanneer? In de winter, maar dan moet het ook nog eens een keertje vriezen. En wanneer vriest het? Bijna niet. Niet zodanig dat we zo denk ik kunnen schaatsen, want ik heb hier nog nooit iemand zien schaatsen. Kijk, ook nog een waterbak. Kunnen ze lekker smerig worden. Grappig is dat. Of niet dan? Vol met hindernissen. Kijk, en dan moet je ook weer doorheen. Ik ben beneden. Vol met hindernissen. Geweldig. Nou, wat daarin is, ja, dat weet ik allemaal niet. Er zal ook wel hindernissen in zitten. Het is ook een of andere glijbaan met hindernissen. Ik zelf weet het niet. Vroeger was dit niet, hè? Vroeger hadden we in de vakantie altijd jongens- en meisjesstad. En dan was je een hele week ook van huis. En dan kon je hutjes timmeren en bouwen. En dan mocht je op een gegeven moment de laatste avond in dat hutje ook slapen. Ja. En voor de rest sliep je in een tent. Altijd leuk. Kijk, ook schommeltjes. Allemaal hindernissen. Ik hoop dat jullie dat zien kunnen. En ik kan niks aan doen dat het hier hobbeltjes binnen en kuiltjes binnen. GracieR.nl. Maak reclame, maar ik krijg er geen geld voor hoor. Nee, ik krijg er totaal geen geld voor.
hier is het ook al nat. Dus ze worden nat ergens, weet ik voor waar. Ze worden hier nat, maar waar weet ik niet. Misschien daar in die koepel. Ik zou het even niet weten hoe en wat. Nou, dan ga ik even hier door het midden. Daar kan ik tussendoor. Ja, en die man die mij begeleidde, die zei dat ik mijn been binnenboord moet houden. Nou, echt. Wat is er dan? Wat is er dan? Ik mag hier. Ja, u mag hier niet op dit moment. Ik heb toestemming gekregen. Nee, ik zeg dat u niet mag. Wij moeten dit vrijhouden voor de calamiteiten en de hulpdienst. Ja, maar ik heb toestemming gekregen. Ik zeg mevrouw dat u ben meegenomen. Stop mevrouw, dit is een noodsituatie. U moet nu hier af en af. Ja, lieve vrienden, ik ben hier nog wel op het terrein. Ik werd net afgestuurd door een jong broekie die helemaal niks zei van waarom, wat de reden was. Komt een andere man aan, ja, die zegt, komt een ambulance aan. Nou, zeg dat dan, weet je, en hou dat niet voor je. Breng me gewoon op de hoogte, maar we hoeven het terrein niet aan. We moeten aan de kant om de route open te houden waar die ambulance door moet. Dat is weer een hele andere zaak. Ja, want het wordt nog doorgelopen en gedaan en al. Ik laat het jullie zien. Maar nu hebben ze dus ergens, somewhere, aan die kant helemaal, heeft iemand een ongeluk gehad en die ligt onder een parasol. Ik heb nooit niet een parasol gezien. Maar ja, wie ben ik? Ik heb ogen niet in mijn jaszak zitten of zo, nee. Ik heb ze echt wel open. Maar in ieder geval, anders had ik er naartoe gekund. Maar ik mag er niet heen, niks. Nee, mag niet rijden. Dan enkel aan de kant staan vanwege de ambulance. Die er aan kan komen, ja. Hoe laat, wanneer, hoe en wat, ik weet het niet. Dus ja, lieve vrienden, ik hoop dat het goed gaat komen met de patiënt. Ik zal kijken wat ik nog kan doen voor jullie, ja. Want overal staan die gevallen. Maar ik kan nou ook niet eruit. Want de enige uitrit is waar ik er net ook door kwam. En daar kwam dus ook die ambulance vandaan. Dus ik weet het allemaal niet. En we willen nog naar Kwelderduin. Maar ja, oké, hier hebben we in principe eigenlijk alles wel zo'n beetje gehad. Maar oké, we hebben alles hier zo'n beetje gehad. Ik ben de hele ronde door geweest. En ik moet die ambulance afwachten. Ik weet het anders ook niet. Ze hebben allemaal ruim baan gemaakt. Ja, er zitten er nog een paar in de weg, maar ja. Dus dat is eventjes opstaan en ze kunnen de weg. Maar oké, lieve vrienden. Ze zeggen geniet verder. En tot straks maar weer. Oh, een wesp op de camera. Kan je niet uitdoen? Oh god, wat eng. Oh, wat eng. Weg. Ha, precies bij de knop. Ja, zal je beleven. Nou, lieve vrienden, we zijn weer van terrein af. Het was een heel gedoe daar. Ze zitten nog steeds te wachten op de ambulance. Ja, waar die rijdt, Joost mag het weten. En waarom het zo lang moet duren, weet ik ook niet. Maar ze hebben de hekken in ieder geval al open. Ze hebben ruim baan gemaakt, zodat ze dus naar binnen kunnen komen. Het kind is wel vervoerd. Mag niet eens als een ongeluk is gebeurd met het kind. Want ik weet dat het om een kind gaat. Dat legt dus nou in een tent. Hallo? Je mag niet iemand vervoeren die ongeluk heeft gehad. Dat was mijn eigen booster. Die klaksoneerde, want ik was zo naar beneden gegleden. Met een poot op mijn klakson. Ja, kan gebeuren. Even niet in de gaten gehad. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, wij gaan... eerst een stukje rechtdoor,
Daarom gaan we rechtsaf, gaan we die kant op. Dat zien jullie nou lekker niet. En dan ga ik rechtdoor richting de Schotenweg. Dus ja, ik zou zeggen tot straks. Lieve vrienden, ik ben in het Kwelderduin aanbeland en ik zag helemaal niks van een toetjesfestival en ik wist ook niet wat ik erbij moest bedenken bij een toetjesfestival, want wat is dat, ik weet het niet. Maar ik zag van een pand een deur openstaan met een stoel erbuiten en een asbak erbuiten. Dus ik ben er naartoe gegaan en ik heb even een bril gegeven, is daar ook iemand? Ja. Hij heeft mij gefilmd, ik film hem. Oké. Hey, hallo. Hallo. Volgens. het toetjesfestival kan helaas vandaag geen doorgang vinden vanwege problemen. Nou, geen problemen, maar het was gewoon moeilijk om de programmering rond te krijgen binnen een bepaald budget. Maar we laten de moed niet zakken. We gaan volgend jaar gewoon weer proberen om Den Helder het eerste grote buitenevenement met A-artiesten voor elkaar te krijgen. En wij noemen dat een toetjefestival. Dus het is helaas uitstel. Geen afstel. Ik zou zeggen tot 2020 toetjefestival. Tot ziens. Oké, dankjewel. Ja, lieve vrienden, zo ziet maar weer. Het komt altijd wel weer goed. En ik zou zeggen, het was daarom op dat open veld had het daar geweest. Die jullie daar gingen zien over de auto heen. Maar ja, helaas, geen doorgang. Dus ja, dan heb je pech, hè. Ja, helaas wel. Dus ik weet het anders met een klepje zo. Maar ja, komt goed. Ja, ik ga nou een rondje Kwelderduin doen richting huis. Kunnen we weer naar Frodo, Eowyn en Gandalf toe. En dan kan ik renderen. Ja, ik heb nog weer een hoop te doen. Ik zou zeggen, tot thuis. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja. Grootje was ik blij. Ik heb gelijk ook eventjes, ik kom gewoon niet uit mijn oren, hè. Gelijk ook eventjes een beetje boodschapjes gedaan. Ik had niet veel nodig. Eten heb ik genoeg in huis, maar lekkernijtjes niet. Dus dat moet je af en toe eventjes erbij halen, vooral voor de weekenden. En jullie hebben het meegemaakt, hopelijk. Ik hoop dat het op de vlog te zien is, want ik had mijn camera dus erop gericht. Op dat jochie. Die eventjes niet, die ons allemaal het terrein afbonjourde op een niet al te leuke manier. Hij was wel op zijn manier beleefd, maar ik vind men behoort ook de reden te geven waarom je van terrein af moet. En we moesten niet het terrein af, nee, we moesten aan de kant. Dat is anders dan het terrein af. Want we waren bezig, echt waar, bezig om iedereen van terrein af te jagen. Wat? Wat is er aan de hand? Vertel dat. Waarom moeten wij je terrein af? Dat er een ambu aankomt? Moeten we daar het terrein vanaf? Nee. Ruim baan maken. Simpel. Maar ja, dat ik wegging, was er nog nooit niet een ambulance geweest. Terwijl wel de hekken open stonden. En ja, ik hoorde wel iets dat hij reed op de Jan van Valjeweg of zoiets. Nou ja. Hallo, dat is nog een eind in de buurt hoor. Maar ook denk ik zonder sirene, want ik heb helemaal niks gehoord. En ze hadden het kind ook vervoerd naar de tent, wat niet mag. Want als je een ongeluk krijgt, moet je de patiënt laten liggen waar het ligt. Want het kan wel iets aan de nek mankeren of weet ik veel wat. En dan je datgene vervoeren op wat voor manier dan ook, doe je niet. Waar leggen, moet het in de schaduw leggen omdat er te veel zon is, haal je er een parasol erbij. Ja, maar oké, Donbouw, dat was een deurknoppie. Bleef met zijn kap achter de deurknoppie hangen. Ja, dan kan je niet verder. Maar hij is blij en had net water gedronken en dan krijgt zo meteen een cookie. Hé, ja, cookie hè. Moet je cookie? Ja hè, ja hè. Och, kijk nou. Hé. Ja, kijk nou. Hé, een vrouwtje vertelde al dat ze zijn vriendje tegen was gekomen. Bonno, hè? Ja. Bonno. En ome Koen en tante Gerry. Ja. Oh. Ja, ik ben met koffie bezig en daar ga ik lekker van genieten. Ja, dat...
En ik heb natuurlijk weer uiteraard een bounty mee. Ja, lekker. Lekker. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Het is nog steeds prachtig mooi weer. Het is warm. Geniet ervan zolang dat nog kan, want er komt een andere weerkomst. Ja, echt waar. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is al lekker donker aan het worden, maar dat komt mede door. Ja, dat het bewolkt is. En niet zo zuinig ook. En het is bloedheet. Ja, dat niks aan, vind ik. Het is echt geen zuchtje wind ook. Nee. Grijs en triest. Hey, Kandolf. Hallo, man. Ja, zoals jullie zien, het beweegt amper, die takken. Het is helemaal dicht. Helemaal dicht. En in Den Haag regende het al. Maar ja, dat is niet hier, hè? Nee. Hé, Kandolf? Die is niet hier, hè? Nee. Hé, Frodo. Niet kon te ruiken, ba. Ze ba. Ga ik geen kontjes ruiken? Nee. Moeten we niet doen. Nee. Wat gaan we doen? Oh, ga je naar buiten. Oké. Hé, kereltje. Kandolfie. Zeg er eens wat van. Zeg maar, we gaan voor vandaag sluiten, hè. Hier. Er is niks meer aan. Vrouwtje heeft nog het een en het ander te doen op de computer. En vrouwtje wil televisie kijken. En vanavond verder zo lekker rustig aan doen. Ja. Hé, hey, morgen weer een nieuwe dag. Ja. En dan hopen we ook dat het morgen weer knap weer is. We zouden morgenochtend geloof ik nog regen krijgen of zoiets. Dat weet ik niet. Maar we merken wel. En dan zou in de loop van de ochtend zou de lucht weer schoon worden, werd er gezegd daarnet. Maar dan kunnen we vanmorgenmiddag naar het Timmerpark, het Zutterpark, het is maar net hoe je het noemen wil. De ene zegt Zutterpark, de andere zegt Timmerpark. Ja, vroeger heette het Timmerpark, het staat er ook nog wel steeds bij. Maar ze hadden hem ooit omgedoopt tot Zutterpark. En daar hebben we dan het zomerdromen. Dat is een teken dat we dan einde zomer is en begin herfst. Ja, en dan is er een hele dag is er markt, er zijn leuke dingen voor de kinderen te doen, er is muziek. Je kan er op een gegeven moment ook picknicken en barbecue, geloof ik dat dan mag, onder toezicht van. En ja, van alles en nog wat, dus we gaan het morgenmiddag hopelijk beleven, hoe gezellig dat kan wezen. En ik heb normaal de GoPro had ik er dan op, maar die laat ik nou ook weer lekker thuis. En neem deze gewoon weer mee, dus ik haal deze straks weer leeg. Ja, meer kan ik niet doen. Nee, ik zet het allemaal gewoon in één map en ik zie van de week wel met uitzoeken. Ja, dus ik heb nog meer erin staan van de week en dit komt er dan nog weer bij. Maakt allemaal niet uit. Ik zoek het wel uit hoor. Hé, Eeuwin? Zien jullie Eeuwin? Ik weet het niet of jullie haar zien. Het is donkertjes, hè? Het is donkertjes, hè? Ja! Oh, wat stikkie. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, je gaat weer in de weg leggen. Ik wou daar weer even zitten. Zo, wat het was, ik weet niet. Ik hoorde een raar geluid. Maar ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ik hoop dat jullie niet alleen hoeven te zitten. Dat er jullie dieren om jullie heen hebben. Of familie, of wat dan ook. Heb in ieder geval een liefdevolle avond. En voor later uiteraard wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.